Cliff Drive in Austin wordt ontbeten, zo te zien. Je bril staat scheef, Erik. Ja, mijn pootje is er af. Kijk, ik koop altijd brillen van €1,19 bij de Action. Maar ze gaan niet heel lang mee. Dus ik moet vandaag nog zien of ik er eentje kan vinden. Nou ja, gewoon een nieuwe kan kopen, een nieuwe kan aanschaffen, een racebril. Maar ja, voor nu moet ik het er eventjes mee doen. En je hebt maar één bril bij je. Ja, ik heb maar één bril bij me, ja. Ik heb ook pas vorige week gekocht. Ik dacht, dat moet toch mee, deze moet toch een week mee kunnen gaan. Ik zie hier een ontbijttafel en ik zie Michiel Buitelaar met een schriftje. Wat staat daar allemaal in, Michiel? Dit is mijn schriftje, waarin ik af en toe de krabbels maak als ik bij sessies hier zit. Dus daar staat, moet ik daar iets uit voordragen? Ja, graag. Mijn schriftje. Gisteren geweest naar Rand Paul, dat is een Amerikaanse politicus die mij zeer sympathiek is. Een beetje libertariër-achtig. Hij is de zoon van Ron Paul, voor wie hem zich nog herinnert. Ik ben geweest naar een sessie met analisten van de CIA, die daar hun langetermijn scenario planning deelden. Dat deden ze nog vrij eerlijk ook. En dat werd gevraagd om input. Dat was echt zeer interessant, het duurde veel te kort. Martine Rotblad. Dat vond ik helemaal niks. Wie is dat? Ja, dat is een ex-man die nu vrouw is. Dat is verder totaal oninteressant, maar daar loopt ze wel nogal mee te koop. Die, het is een beetje herkauwen van Kurzweil, maar zonder dat er nou heel veel aan werd toegevoegd, vond ik. Vond het niet indrukwekkend, maar volgens mij was ze alleen al vanwege haar LGBT of LGBT, of hoe dat ook mogen heten, status, werd ze door velen al verwelkomd. Op basis waarvan ga jij dan naar zo'n sessie, vraag ik me dan af. Voel jij je bijzonder aangesproken door mannen die vrouw zijn geworden of andersom? Nou, dat is een wat lastige vraag in de vroege ochtend. Nee, dat was vanwege het thema AI en de toekomst van het zelf. Weet je, ik wou naar een andere sessie gaan, die had als titel Would You Torture a Robot? Maar daar kwam ik niet in. Maar het antwoord op die vraag, daar was ik ook nog niet helemaal uit. Michiel Berger, wat is jou opgevallen gisteren op Zuid-Zuidwest? Ik had gisteren een dagje een beetje met een soort voedselthema. Allerlei dingen over voedsel en technologie. En wat valt dan op? Er gebeurt hier van alles. Er gaat heel veel, gaat ook echt over Austin, over de dingen die hier gebeuren. Dus het zijn allemaal toch een beetje kleinschalige dingen. En ze zeggen zelf ook, het is moeilijk om dit echt groot op te schalen. Voor jou geen notitieboekje, zie ik, hè? Nee, ik doe dat inderdaad digitaal, ja. Ik heb zo'n goede notes. Sommige mensen zijn nog wat verder dan de dode zeerollen waar ik mee rondloop. Ja. Hey, Erwin, jij nog dingen? Ja, wij zijn gisteren op de Game Expo geweest. Ik was daar nog nooit geweest. Dat is ook een onderdeel van South by Southwest. Want het wordt natuurlijk steeds groter hier. De hele stad wordt overgenomen. Ja, grap, daar staan vier Nederlandse game developers stonden daar. En ik vond dat wel. En die cacophonie van geluid. En meekijken met live gamers en live commentaar zien, et cetera. Ik ben zelf geen gamer, maar ik vond het fascinerend om daar weer een uurtje rond te hangen. Ja. Controversiële issues? Verschillen van mening? Analyses? Tussen ons? Of verwachtingen? Kinder. Nou, laat ik eens iets aansnijden. Ik ben geweest naar iets dat heette The Rise of Social Robots. Of robots zich nou op een bepaalde manier in het sociaal verkeer kunnen mengen. Daarvan vind ik dus dat daar wel af en toe licht onzinnige dingen worden beweerd. Dat wil zeggen, ik heb dingen gezien die mij deden denken aan Second Life. En dat zijn dingen waarvan ik denk dat die in het sociale verkeer voorlopig niet gaan lukken. Dat gaat gewoon niet werken. Wat heb je voorbeeld? Nou, hele krakkemikkige avatars die dan geacht worden om je bij te praten over de vordering van je ernstige ziekte. dat ging dus over avatars. Ik bedoel, intelligente systemen, en daar geloof ik wel in, die een rol kunnen spelen in medische behandelingen. Daar geloof ik in, maar als dat verpakt wordt als iets dat doet denken aan Second Life of andere zeer knullige avatars, dan denk ik dat de hele act instort. En daar was een discussie over, want er lopen hier ook mensen rond die daar uitermate optimistisch over zijn. Nou, dat ben ik niet. Ja, duidelijk. Ja. En wat gaan we vandaag doen? Ik heb vandaag een dagje gepland die gaat over analytics. Ik ga de hele tijd zitten bij allerlei dingen die gaan over data en over voorspellen en over dat soort dingen. Ja. Ja. Dus ga je ons daar morgen over bijpraten? Dat is goed. Ja.
Blom, jij? Ga kijken bij een aantal Nederlandse vertegenwoordigers. Onder meer Drones voor Kinderen. Drones voor Kinderen.